Kom, jong. We zijn al te laat. Ja, jong. Ja, precies. Of ik heb ervoor gekozen om op een vrijdagavond op mijn kleine broer te passen. Het is al erg genoeg dat ik mijn weekend moet beginnen met groepswerk voor school, hè? Ja, en ik moet mee. Ik heb geen punten tekort op mijn geschiedenis, hè? Nee. De geschiedenis van Kemzeken. Boeiend. Ja, Kemzeken is toch al 900 jaar? Ja, en dan? Ja, dat is al 100 jaar langer dan Sint-Niklaas, hè? De eerste parochie in het Waasland. Allee, na Wasmunster. Na Wasmunster? Och jongen, whatever. Zie, dat is hier al bezig, hè? Kom. Ja, zusters. En die heeft daar broer bij. Dat is ook de eerste keer dat ik die hier voor de kerk zie. Hè? Ja, die staat er meestal achter. En niet alleen. Citrus. Hier, jij schrijft. Zeg, waar waarde jij? Babysitten, hè? Nuttig, hè? Goed, dan kunnen we eindelijk van start gaan. Dames en heren, volgt u mij. Thema nummer van Deuzy. Dank u. Gaat u maar in een kring staan. Deuzy, wat is dat? Dat is de heemkundige kring. Die hebben het thema nummer geschreven van 900 jaar Kemzeken. In dat themanummer kan u ook het verhaal vinden van de klok die door de Duitsers werd meegenomen in de Tweede Wereldoorlog. Hoe hebben ze dat gedaan? Door dat luik. Vet. En nu gaan we de kerk binnen. Sint-Jacobus, de patroonheilige van Kemzeken. Wat staat hier allemaal in? Dan kunnen we even goed ook gewoon een pint gaan pakken, hè? Ja, nee, we moeten wel foto's pakken voor onze presentatie, hè? Staan die niet online? Kijk, hier, deuzy.be. Ja, en dan valt het niet op dat wij die foto's gebruiken, hè, kijken? Later geeft Philips van de Elzas, de toenmalige graaf, deze relieken terug plechtig overhandigd aan de pastoor van toen. Volgt u mij maar. Wat is het nu? Kameel of een dromedaris? Kemzeken is het enige dorp in heel België dat een kameel een onderwapenschild heeft. En een kameel heeft twee bulten. En een dezen heeft er maar één. Ja. Kom, hier. Het is al groepswerk, hè. En hier het pronkstuk van deze kerk. Geschilderd door Lodewijk Tietgat. Tietgat, please. U ziet Philips van den Elzas aan de poort van de Stekelenburg. Hij geeft een kistje met relieken aan de pastoor van Kemzeken. Dat was in 1107. Mevrouw, waar is deze? Die schelp die ligt hier nu al een half jaar sedert de dorpsfeesten. Maar er staat een getal ingekrast. Dat weet ik niet.
Ja, dus Philips van den Elzas geeft de pastoor van Kemzeke dat kistje met relieken in 1187. En wat zat er juist in dat kistje? Relieken. De relieken van Sint Jacob. De Sint Jacob is de patroonheilige van deze kerk, zoals u wel weet. En wat waren die relieken dan juist? Een stikvinger of zo? Dat zou kunnen. We weten niet wat er in dat kistje zat. Die relieken zijn verdwenen. Waarschijnlijk gestolen. En we hebben ze helaas nooit teruggevonden. Maar laat ons nu naar buiten gaan. Daar is nog een interessante gedenkplaat te zien. Maar eerst moeten we zeker die prachtige preekstoel bewonderen. Volgt u mij. Deze prachtige preekstoel dateert van 1857. Het is wat wij noemen een Sint-Jacobus preekstoel. Het is werkelijk een buitengewoon mooie preekstoel. En nu gaan we naar buiten. Ik ga nog wat foto's pakken. Dat is toch raar dat niemand weet wat er in dat kistje zit. Hé, Dries? Dries? Dries, leg dat terug. Kom je op zoiets sluiten ze ons hier nog op? Zie je wel? Die kaarsen branden nog. Dries, voor de laatste keer, kom mee. Ik wil weten voor wat die schelp dient. Iemand moet dat toch weten? Pastoor Vermeers, die weet dat misschien. Ja, en daar zijn wij vet mee. Maar wacht, ik denk dat ik zijn nummer heb. Gij? Van de pastoor? Van toen ik misdienaar was. Of anders Skype? Skype? Hier. Emme@hemelpoort.be. Vraag hem dan direct wat er in dat kistje zit. De primeur voor mijn eindwerk, hè? Voilà. Dag Dries, jongen. Dat is lang geleden. En je staat er in de kerk van Kemzeke. Ja, ja. We krijgen een rondleiding. 900 jaar Kemzeke. Je kent dat wel, hè. Ah ja, dat ken ik heel goed. En Lena is er ook bij. Hallo. Ah, dag Lena. Alles goed? Alles in orde? Savakis. We hebben hier een schelp gevonden. Weet u misschien wat dat is? Laat mij nog een keer goed kijken. Die lag hier van voren in de kerk. Dries, leg dat onmiddellijk terug. Waarom? Geen vragen daarop. Leg het terug wat je het gevonden hebt. En dat is geen speelgoed. Ja, lap. We zijn hem kwijt. De pastoor is raar. Ja, vooral toen ik hem die schelp liet zien. Dat is toch maar een gewone schelp? Ja, met een ketting aan. En een getallen geschreven. Maar kom, leg dat ding weg. Ik bel de pastoor wel terug. Ah, Lena. Hallo. Lena, die schelp is heel gevaarlijk. Gevaarlijk? Luister, ken je de legende van de tunnels van de kerk naar de Avinusberg? Die dan nooit gevonden zijn. Ze bestaan niet. Ze zijn er nooit geweest. Ja, maar waarom wordt dat dan verteld? Om een groot geheim te verbergen. Het geheim van de poort. De poort van voor? De poort die toegang geeft tot andere tijden. Huh? En elke 100 jaar gaat die poort open. En die schelp is de sleutel. Leg die terug en ga naar huis. Ja, oké, ça va. En doen, hè? Ja, ja. Alja, sorry voor het storen dan, hè. Ja, maar dat is geen probleem. En wees voorzichtig, hè. Ja. En jij hebt weer alles gehoord, zeker? Niet alles. Ja.
Nu hebben we wel niet gevraagd wat er in dat kistje zat. Dat zoeken we zelf wel uit. Je meent dat. Wat? Jij denkt dat hier een poort is die ons toegang geeft tot het verleden en die om de 100 jaar open gaat. Ja. En Kem zeker bestaat 900 jaar, dus. Jij wil naar het verleden. Allee, Dries. Maar ja, Lena, dat is toch vet. Als wij naar het verleden kunnen, kunnen wij dus 900 jaar terug. Naar de tijd wanneer dat kistje werd overhandigd. Ja. Zie jij hier een poort? Misschien moet die nog verschijnen. Allee, Dries. Wanneer was dat nu weer dat kistje werd overhandigd? Ja, dat weet ik niet. Zo goed heb ik ook niet opgelet bij die gidsen. Hier. De overbrenging der heilige reliquieën vond plaats op Sint-Michieldag in 1187. Ja, en nu? Sesam, open nu. Ik zie nog altijd geen poort, hè. Misschien doen we dat jaartal in die schelp schrijven. Het gempen? Ja, een lege. Maar nog altijd geen poort. Dan maar met mijn mes. 7 graf. Hoe heet jij aan? Ik weet niet. Heb jij al eens naar jezelf gekeken? Daar! Wat gaat jij doen? Die processie. Ga naar de graaf. Naar dat kistje. Wel graaf. De graaf, ginder aan die poort. Zie je hem al? Nee, nog niet. Waarschijnlijk diegene met de mooiste kleren aan. Een bonte kraag, een kroon. Een kroon? Die is wel de koning niet, hè? Daar, ik zie je. En? Een kroon. Ziet je wel. En een kistje? Kistje? De pastoor heeft gezegd dat graaf Philips onze kistje vol met kostbare relieken zal schenken. Van de apostel Jacobus. En zelfs een stukje van het kruis waaraan Jezus is gestorven. Zeg, had jij tijdens de mis liggen slapen of zo? Geslapen? Terwijl ik recht stond? Stop, kalf. Zeg. Stil! De graaf gaat spreken. Gegroet, heer graaf. Uw onderdanen zijn trots en gelukkig dat u onze kerk belangrijk maakt door de kostbare relieken die u ons schenkt. Kom! Ik ben bezorgd om de godsvrucht en het zielenheil van mijn volk. Ontvang het kistje met de heilige relieken. Bewaar het in de kerk, zodat de gelovigen van Kamasiakum het kunnen aanbidden en vereren. Dat Gods zegen de mensen zal sterken in hun geloof en hen zal leiden naar het paradijs. Kom! Dries! Wat was dat? We zijn terug in de kerk. De pastoor had gelijk. Die poort die ons toegang geeft tot het verleden, die bestaat echt. Toen mijn kat het bekwam,
Wat waarde jij van plan misschien? Ah, dat kistje meepakken. Dries, ben jij nu helemaal gek geworden? Jij wou dat gewoon even pieken of wat? Pieken? Maar allee, Lena, het is van ons. Beeld nu zin. Wij twee nemen dat kistje met de reliquie terug mee naar huis. Naar Kemzeke. Je meent het. Maar ja. Maar nee, Dries, kijk. Het schilderij, hè? Ja, wat is daarmee? Maar jij staat daarop? Hoe? Het dak van onder, dat zit jij toch? Vet. Vet? Ik vind dat griezelig. We moeten een beter moment vinden. Een beter moment waarvoor? Ah, om dat kistje mee te pakken? Maar Dries, dat gaat niet. Dat mag niet, zoiets kunnen niet maken. Alleen kijken dan. Hij komt van die preekstoel. We kunnen toch geen 100 jaar wachten? Ja, en waar wilde jij dan gaan zoeken? Hier. 1422. De heren van Voorouden stellen Jan de Guldenboer aan als bewaarder van het heiligdom. Waar staat dat? Hier, op de website van Deuzy. We moeten dus naar de heren van Voorouden. We? Jij gaat uw kleine broer toch niet helemaal alleen op avontuur sturen? Chantage? Maar allee, het is goed. Er moet toch iemand op letten dat jij geen stomme dingen doet, hè? Zeg, en waar gaan wij die heren van Voorouden eigenlijk vinden? Ah, in de Voorouden. 1400. 22. We gaan alleen kijken, hè? Dries? Ja? Ah. Allee, ja. Bos, bos en nog eens bos. En wat nu? Weet jij de weg? GPS? Shit, geen wifi. Ja, wat had je nu gedacht? Klote middeleeuwen. Meneer! De Voorhout, alsjeblieft. Waar kunnen wij de heren van Voorhout vinden, alsjeblieft? De Voorhout bestond nog niet. Rechtdoor, die kant op. Steenworp van hier. Oké, dank u. Wat doe je nu? Ah, een steenworp. Kom. Dus de Voorhout bestond nog niet? Nee, joh. Dat is allemaal bos. Kemzeke, Stekene, Sinai, Verrassene. Vooral jachtgebied. Het Stropersbos. Voilà. Dus, transport van gas gaan wij niet tegenkomen. Nee, en Garage Pieters ook niet. Oh, ik krijg er al dorst van. Daar, een boerderij. Je hebt vast iets te drinken. Goeiedag, meneer. Haha, meneer, meneer. Wie zijn dat? Het is niets, moeder. Dat zijn maar kinderen. Wij zijn op weg naar de heren van Voorouden, maar... We hebben dorst. Wat komen die hier doen? Het is niets, moeder. Fons! Papa. Al, er is wat water voor de kinderen. Voor mij een cola. Nou, wat, hè? Water is goed. Wel, er zijn precies die van hier. Wij komen eigenlijk van... Wij komen van heel ver. Van waar zijn die? Van Stekene, pijs ik. Hè? Ja, ja, eigenlijk wel. Had jij precies heel wat bij? Ja, ja. Een extra bestelling. Ah ja. Wil er gaan naar de heren van Voorouden. Dat kun je mee. Kun je er helpen dragen. Ah, dank u. Fons. En niets laten vallen, hè. Wie zijn dat? Het is niets, moeder. Ah, Johanna, je bent er met de wekelijkse levering. En met twee helpers? Ja, het is meer dan anders. Ah, Johanna.
Melk en eier, zet dat door maar binnen. Goed, dat is zijn best. En ons Bella heeft kalf. Oh, Lena. Tris. Lena, kijk. Kistje met de reliquie. Er is niemand. Kom, wat gaat je doen? Misschien zeggen ze wat erin zit. Wij, Hector van Voorhouten, heren, Jan de Bakere, parochiepape van Kemzigen, en de Jan van den Branden, Andries van Grimbergen, kerkmeester in de Voorzijde Kerken en de schepenen van dezelfde vierscharen, maken kont en kenlijk dat wij consenteren, stellen en de nomeren. Bode Jan Guldeboer als bewaarder van de kerken van Kemzigen en de overtuigdom dat in de Voorzijde Kerken is. Bij deze, heer Jan Guldeboer, bent u officieel aangesteld als bewaarder van het heilig reliquie van Sint Jacobus. Als parochiepape betreur ik ten zeerste deze beslissing. Deze reliquieën zijn van de kerk en horen thuis in de kerk. In de kerk zijn ze al helemaal niet meer veilig. Hoeveel keer hebben ze al geprobeerd de reliquieën te stelen? Ze zijn dan ook van onschatbare waarde. Vooral voor de kerk. Vooral voor de inkomsten voor de kerk. Ze zijn dan ook een trekpleister voor de pelgrims. Dat kan je niet ontkennen. Het is beslist. Mogen wij de reliquieën nog eenmaal zien? Kom hier en aanschouw de reliquieën van Sint Jacobus de Meerdere. Waar zijn wij? Ah, dat is de sacristij. Wij moesten hier ons altijd omkleden. Ja, voor de mis. Toen mijn kat het bekwam. Jij wilt dat kistje nog altijd meenemen? Ja, natuurlijk. Wij hadden dat er juist goed moeten doen. Ja, jij hebt makkelijk spreken, hè, jij? Die mens die stond wel op mijn kleed, hè. Ja, als hij ons gezien had, hè, dan waren wij waarschijnlijk gewoon gearresteerd of zo. Maar nee, daarvoor. Voordat die mensen binnenkwamen, hadden we gewoon dat kistje moeten pakken. We moeten gewoon sneller leren beslissen. Pas voor Vermeers. Ja, plat. Ja, dat is mij al dat je surf en dat je Skype op je 4G, hè? Ja, mijn belwaarde is op ze. Ja, hij zal wel iets inspreken, zeker. Ja, en hoe weten wij nu waar wij naartoe moeten? Jij kunt niet meer op het internet. Dat boekje van Deuzy. Dat ligt op het altaar. Langs haar. Het zal hier wel in staan, zeker. Hier, de Spanjaarden hebben hier gezeten. Graaf Vernijse heeft hier de Parmavaart gegraven. De Parmavaart? Alexander Vernijse, de hertog van de Parma, graaft een kanaal van Fort Saint-Jean, nabij Trompe naar Calo. De vaart loopt door de stropers. Dat was om Antwerpen te belegeren. Ja, ja, je kunt dat nog zien als je bij Lounge Zero, bij Donkers, daar recht over die bossen gaat, hè? Dan kun je die vaart nog zien. 1584. Wat heeft hij eigenlijk met dat kistje te maken? Ah wel, die Spanjaarden hebben hier heel lang gezeten en van alles geplunderd. Waarom zou ze dat kistje aan je meegenomen? Een heel leger knappe Spanjaarden. Hier in Kemzigen. We kunnen maar eens gaan kijken, hè. Ik stel voor dat we dat gewoon vriendelijk vragen. Ik zal mijn vrouwelijke charmes wel eens gebruiken. Watch and learn. Lena, focus. Kistje. Ja, ja, kistje. 15. 84. Kan.
Diaz? Wat is Diaz? Wat ga jij doen? We gaan dat toch vragen? Je meent dat. Ja? Vagnese? Dos cervezas. Por favor. Spanje? Ja. Kinderen, Spaans? Dat is volgens mij geen Spaans. Het zijn Hollanders. Die zitten ook op elke camping, hè? Nou, gezellig. Ja, leuk. Wat zie je er leuk uit. Volgens mij lachen ze ons uit. Wie zijn jullie? Wat doen jullie hier? Ik ben Dries en dit is mijn zus Lena. Wat is er met Vanesse? Die is de Parmavaart aan het graven. Ja, om in Antwerpen... Met materiaal en schepen te... Waar? Aan Donkers. Donkers? Dries, 1584. Donkers. Volgens mij zijn ze gek. Zet het kampement uit. Dit is geen plek voor kinderen. Vooruit! Hop. Hier gaan we het dus niet vinden. Ja, dan is het wachten tot we worden teruggeflitst, zeker. Kunnen we van hier niet naar een ander jaar? Ik weet niet. Kunnen proberen. Naar waar? Waar is dat boekje van Deuzy? Ah, shit. Dat ligt nog in de kerk. Doe me. Een gokske? We zien wel waar we terechtkomen. 1637. Hè? Huh? De pincode van uw gsm. Wat? Hoe is het nou met Gilles? Niet goed, dat ziet hij. Hij kussen. Hij doet overal zeer. Ik weet niet meer wat ik moet doen. En ik ben benauwd, Marieke. Ik ben benauwd, dat is al sterven. Dat ziet er hier niet goed uit. De pest. De pest? Dat is een dodelijke ziekte. Er zijn vroeger heel wat mensen aan gestorven. Ah, nou, ik heb gehoord dat er een steken in een genezer buurt. Een genezer? In de Kiekenshoog. En die zou met bloedzuigers uit Picardie werken. Die zijn veel beter dan die van ons. Maar dat kan ik niet betalen. Mijn vent is troppen in dat bossen geleed. En misschien zit er een konijntje in of een ozeken of zo. Dan kunnen we daarmee betalen. Troppen? En als een boswachter van de nier van de Veurauten dat juurt? Mijn kindjes moeten toch ook eten? Hm? Die van Veurauten die hebben genoeg te fretten, maar wij... Jij moet dat eten toch niet afgeven? Maar als ik ermee Gilles ga redden, dan wil ik rust vandaag een stuk uitbruut eten. Allee, kom. We gaan dat tekenen. Pak zijn erm. Vooruit. Kom, ga mee naar steken. Ik wil weten hoe het dan met dat kind afloopt. Wel afstand houden, dat is besmettelijk. Mai, dat is dan precies nog volk. Ja, dat is vast een belangrijke mens, die genezer. Misschien weet hij meer over de reliquieën. Geloof die kwakzalver toch niet. Hij is enkel op jullie geld uit. Bidden moeten jullie doen. Bidden. God heeft ons in de steek gelaten. Maar dat is niet. Oh, ik zou tot bij de duvel gaan om mijn kindjes te genezen. Och, mensen, de duvel. Jan Vasteen is de duvel niet. Oh, je zult wel anders spreken als hij aan uw vrouw zit. Dat is Jan van Stenen. Wie? Die genezer. Dat is Jan van Stenen. Die is op de brandstapel gesmeten op de markt van Steken. Waarom? Hekserij. Heksen, zijn dat geen vrouwen? Ja, en die vliegen ook op een bezem.
De ziekte, dat is jullie eigen fout. Als straf voor jullie zonde. Maar meneer pastoor, en wat voor zonde heeft mijn kindjes daar gedaan? Wat? Nee, er is dat echt gebeurd. Ja, Van Stenen, die werd beschuldigd van hekserij. Een tovenaar, dat wil ik zien. Ja. Picardie is natuurlijk wel ver, hè, dames. Dat is verdomme aan de andere kant van de wereld. Ik kan die bloedsuikers gaan halen. En rap zelfs. Maar dat gaat natuurlijk wel geld kosten, hè. En een konijn, is dat ook goed? Een konijn? Ik heb liever de pruimpjes. Zeg, dames. Als we nu eens een spelletje zouden spelen. Hè? En daarna zorg ik wel voor die bloedzuigers. Een spelletje? Allee, Anna. Snap je nou niet wat dat wil? Als je naar hem lustert, dan zit je binnenkort met een kleine opgeschept. Denk maar aan uw kennekes. Lift van uw graf, geef je ik. Nee, nee. Help al. Dat is graf, wat voor een vrouw aan lijf. Hé, kom ook mee spelen. Kom maar, kom maar mee. Ga maar, shit, joh. Ça va? Ja. Het gaat. Wat voor een vieze vent was dat, zeg? Terecht dat hij op de brandstapel is beland. Shit. Ze zijn bewogen. We kunnen je amper herkennen. En die heeft foto's te pakken, of wat? Ja, natuurlijk. Volgens mij heeft die flash hem wat verblind. Die flash? Ja. Ja, die flash die heb ik gezien. Maar ik dacht dat dat een truc van Jan van Stenen was. En die mensen daar ook, hè. Allee, het was vlak na die flash dat er iemand hekserij riep. Dus jij bedoelt dat... Dat wij uiteindelijk de aanleiding waren tot die beschuldiging. Shit, Jan. Wij hebben zomaar even de geschiedenis beïnvloed. Allee, waar blijft Helena nog zag? Die moest haar broer thuis nog afzetten. Het zal wel weer een spel zijn met die Dries. Sandra. Waar zit jij? Nog in de kerk. Had jij daar misschien mee afgesproken? Allee, die zit toch in de kerk, of hè? Kom. Maar allee, wat doet hij daar nou nog? Dat zullen we erop te weten komen. Wij gingen normaal na die rondleiding nog iets gaan drinken. Ja, ik ging normaal eerst thuis afzetten. Maar ja. Zeg, we zitten wel in de Malpertus, hè? Wat doet jij hier nog? En je broertje is er nog bij. Ik dacht dat jij je broer eerst naar huis ging brengen en dan terugkomen. En waarom loopt jij nog met die schelp rond? Dat is geen gewone schelp, hè. We hebben hier al maffe dingen mee meegemaakt, hè. Dries zwijgt. Kom aan, vertel. Waarom moet Dries zwijgen? Welke maffe dingen? Dat is waarschijnlijk gewoon een fantasie. Fantasie? Je waar ik kan verkracht. Hè? Oh, laat maar. Met die schelp kunnen wij in het verleden reizen. We hebben al in de Kemzeekse middeleeuwen gezeten. Yeah, right. Kom, ga de muil zijn meedrinken of ga de verre met uw broerke zusken en wisken spelen. Dan geloof je het niet, hè? Kom, Sandra. Nog veel plezier met al de uitstapjes naar de prehistorie. Wij gaan iets gaan drinken. Oh, ik snap het echt niet, hè. Heeft je broer daar wel verkracht, hè? Oh, nee, dat kan niet. Je wilt zeker iets gaan drinken, mijn vriendinnen, hè? Ik snap dat wel. Ga maar. Ik doe het wel alleen. Mm.
En het grootste avontuur van mijn leven, missen zeker. Maar kom, dat boekje. En nu niet meer loslaten, hè. Oké. In deze boekje is niet meer zoveel te vinden over de Lacuille. Het enige wat ik lees is dat ze waarschijnlijk geplunderd zijn. Hmm. Maar ja, dat is wat de gids ook al zei, hè. En wanneer werd er geplunderd in Kemzeke? De boerenkrijg. Juist. Sint-Niklaas. Generaal Laurent. 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 Komt aan het hoofd van een duizendtal Franse soldaten de stad binnen. Maar dat is Sint-Niklaas. Ja, maar wacht. Afgesproken werd dat de brigands in het Waasland zich in twee groepen zouden organiseren. Macarius Reins zou het bevel nemen over de eerste groep en nog dezelfde dag vertrekken naar Terneuzen. De tweede groep, onder leiding van Benedictus Ferdinandus Lauwers uit Kemzeke, 21 jaar, zou in het Waasland blijven. Die is naar Sint-Niklaas getrokken. Dus jij denkt dat... Waarom niet? Die Fransen hebben hier alles leeggeroofd. Hier, kijk. Zelfs de kerk van Stekenen werd bijna plat gebrand. Ze zullen wel eerst alle kostbaarheden hebben meegenomen. Ja. En wanneer was dat? 1798. Oké. Doen. Wow, dat ziet er nog juist hetzelfde uit. Ah ja, hè? Dat is een monument. Niet thuis. Daar! Dag, meneer. Is Benedict Lauwers thuis? Benedict? Die is met zijn maten naar de herberg. Herberg? Café. En waar is die herberg? Hier verderop, vlak bij de voorhouthoeve. Triet een dagje. Ja, merci. Hoe gaan wij die herkennen? Een jonge gast, hè? Ja, en dat is zeker de enigste jonge gast daar in dat café. Je kunt dat ook gewoon vragen, hè. Wees nu eens. Oh, Frans. Bloedzuigers, ze pakken alles van ons af. Gisteren is ze bij Leon van het Kapelleke de helft van zijn koeien weggehaald. Opgestuurde Fransen, stout zeiden ze. De helft? Het is toepen dat hij de achterste helft in mogen houden, hè. Dat kan hij ze nog melken. Allee, kom aan. We moeten er toch een beetje de moed in houden. Wat gaan we aan die Fransen doen? Als niet lot een boem vertoemen. Ja, gelijk, Laurens. Die Fransen denken echt dat we er knechten zijn. Dat is hem. Knechten, dat is een goeie. Die worden tenminste nog betaald. Als ze opeisen voor die gestolen goederen te vervoeren, dan hebben we de blijze dag nog leven teruggerokt. En naar een Pierre Takar kan ook niet stafleuren. Ik ben blij dat ik al er zo bezig hoor. Hoe lang gaan we ons wel laten uitlachen? Ze doen onze kerken dicht achter als ze er alles hebben uitgehold. Ze betalen ons met waardeloos papier. En nou, dan willen ze onze jonge gasten ook nog mee voor een verdomd leger te gaan vechten. We moeten ze laten horen, zien en voelen dat we er genoeg van hebben. Voilà, dat is gesproken. We doen de kerken terug open. Iemand doet? Nee. Slauwers, brengt dat allemaal wel op? Morgen zijn ze teruggesloten? Niet als alle parochies de deuren terug open doen. Dat zijn dromen, hè. Kijk, wij zijn hier met 5 man en in alle parochies zijn er groepen die denken gelijk op ons. Groepen met man met ballen over leef. Dat is nooit met gewaakt. Als we zorg oppakken, dan gaan we dat niet kunnen navertellen. Kom jong, genoeg gepalaverd. Wie gaat er mee? Heeft die bijeenkomst? Dat kan ik niet zeggen. Voor altaar en heert. Voor altaar en heert. Als je toch naar Sint-Niklaas gaat, neemt dat kistje dan eens mee? Hoe weet je dat we naar Sint-Niklaas gaan? De Fransen zitten daar en die hebben dat kistje mee. Uit Kemzeke. Kom. En nu? Volgen. Thank you.
Doen we de Fransen spreiden! Arrête! Ze volgen Lauwers! Arrête! J'ai perdu mon copain! Suivez l'homme! Attention, il est armé! Fred! Je m'excuse, je stop ça d'un! Où est-il? Quoi? Waar is hij? Stomme geit? Wie? Venez! Venez! Vertel, wie is dat? De knecht. De knecht? Hoe heb je zo? Waar is de boer? Op het veld. De knecht is hier, de boer op het veld. Ne crois pas ça. Kan iemand mij zeggen, is dat de boer of de knecht? Alles goed? Het is la dernière fois. Wie kan me zeggen wie dat is? Répond, hallo? Répond! Chava? Die zot is schoot Lauwers gewoon nog zijn kop. Stik die schelp weg. Asser, wat zijn jullie hier nog aan het doen? We zijn hier... Pas over meer zweten ervan. Ja, ik weet het. Hij heeft mij gebeld, maar ik moest komen kijken of dat alles hier in orde was. En dan kon ik afsluiten. Wat zijn jullie nog zo laat bezig? Een project voor school. Ja, over 900 jaar parochie Kem zeker. Ja, en dat moet echt af zijn. En heb je nog lang werk? Oh, nee, niet echt. Alleen nog even, als dat kan. Please. Ja. Ze zoekt een primeur. Jawel, ik kom straks terug. Ik moet toch nog naar een vergadering. Oké? Okay? Ja. Een primeur. Heb je al iets over de twistkapelletjes? De twistkapelletjes? Je kende toch de twistkapelletjes? Ah ja, ja. Ik rijd er altijd voorbij met mijn fiets als ik naar school ga. Ah, anders zoekt het maar eens op uw smartphone. Goed? Ja. Ik kom dan straks terug binnen een uurtje. Ja. Oké? Okay? En zie dat af straks, hè? Ja. Succes. Hier, de twistkapelletjes. Autobestuurder rijdt op twistkapelletjes. Een steeknaar. Twistkapelletjes, 1805. Misschien weet die pastoor van toen meer over de reliquieën. Misschien hebben ze de reliquieën gewoon verborgen gehouden, zodat ze niet gestolen worden. De pastoor van 200 jaar geleden. Ja, dat is eigenlijk nog zo slecht gedacht, niet? Als jij je broer niet had. Hè. Dat zat ik nu in de Malpertus. Maar allez, kom, doe voort. We hebben een uur. ...1805. Verdikke, wat doet jij nu? Niks. Of denk je soms dat mijn idee was om je zoet te lopen? Ik weet niet wat jongens allemaal denken. Stel. Ah, Wisken. Hardo. Schoon weer vandaag, hè. Ga je weer een Wisken groetje binnen? Doe, het is zondag en jij loopt er op een veld. Zullen jij niet beschomd? Zondag is een dag van ons lieve hier. Iedereen klapt met een dienen van hierboven op zijn manier. En daarbij, als ik hier sta, hè, dan kan je mij goed zien en goed horen. Maria, bewaar en koester in haar moederhart
alles wat aan wij jou toevertrouwen. Houd ons lies de komende dagen een beetje extra in tuig. Want gelijk wat de wit loopt op uw les te dagen. Zorg er alsjeblieft voor dat alles goed verloopt. En dan het vrouw hetzelfde, laat het er alsjeblieft een stik of zeven zijn. Zeven gezongde bijen. Het liefst namens zeugen. Dat zullen woorden zegen zijn. En mijn vader en de zoon en heilige staan. Ave Maria, moeder Gods, dank u. Maar kind toch, dat is toch allemaal verloren de moeite? Doe, zwijg. Dat was een bezig uur lekker aan de ketteren. Omdat die denk, al de zegen komt van boven. Als de regen naar van boven komt, ja. En die centen die erin stikt, die gaan nooit tot van boven geroken. Dat weet ik ook wel, maar daar grond niet om. Het is de intentie die telt. En erbij, een bede, zonder offergoven. Ah, dat kost geen moeite. Dat zegt de pastoor. Ja, de pastoor. Dat zou wel. Want een volle offerblok, hè. Dat je die van de kerk van veel liever dan een lege koffer. Doe, weet je, dat geloof veel meer waard is dan het schoonste juweel. Is dat zo? Moet de mens niet kiezen tussen die tweeën. Een oude kotteke. Is dat alles? Zeg, een beetje respect, hè. Er staat wel een Maria-beeldje in. En dan? Daar kwamen we wel niet voor, hè. Kijk eens. Naar wat? Die een bak? Die lijkt als twee druppels water op dat kistje. Waar het reliquie in zit. Zou dat kistje zijn? Nee, dat is een offerblok. Shit, niet dus. Hela, wat zijt je hier van plan? Ik moest dat kistje, alleen die een... Offerblok. Ja, die een offerblok. Ik moest die van de pastoor. Ik ben de pastoor hier. Ja, dat zie ik. Zijn die van Sint Paul zeker weer? Nu is het genoeg, hè. Het is onze kapel, doffers zijn van Kemsik. Dat is in zijn paus zelf een kapel zet. Voilà, gedaan met pieken. Allee, nu weet je ook hoe dat komt dat er twee kapellen stonden. Ja, door ons. Wij kunnen dus echt gewoon de geschiedenis veranderen. Maar allee, Dries. We veranderen die niet, hè? De twistkapelletjes zijn er altijd al geweest. Allee, als er geen stekenaar tegenreed. Vet. Vet? Ik vind dat griezelig. Alles wat wij doen, staat al vast van in de geschiedenis. De geschiedenis blijft dus zoals wij die kennen. Dries, kom. We gaan die niet vinden, hè? Wie niet? Die reliquieën? Ja, iemand heeft die meegepakt. Maar wie? Waar? Wanneer? Ah, fuck. Misschien hebben wij die meegenomen? Hoe bedoelde? Ah ja? De reliquieën zijn toch verdwenen in de geschiedenis? En misschien hebben wij die meegenomen? Of moeten wij die nog meenemen? De Duitsers. Ah ja, die hebben de klokken toch meegenomen? De Eerste Wereldoorlog? Nee, de tweede. 1943. Ah ja, Dries. We hebben die reliquie de laatste honderden jaren nergens tegengekomen. Wat gaan we die dan in 1943 ineens wel vinden? Omdat we nog niet in de kerken zelf hebben gekeken. De Duitsers die zijn niet alleen met de klokken gaan lopen, hè. Die zijn met alles gaan lopen. De Mona Lisa, het paneel van de rechtvaardige rechters. Waarom zouden ze dat kistje dan niet hebben meegenomen? Dus we gaan naar de oorlog. Voorzichtig, hè. Zeg, ken je eigenlijk Duits? Yes, very good. 1943. Naar boven! Steen blijven!
Scheiße! Was machen Sie hier? Spionieren! Die belgische Armee setzt Kinderarbeit ein. Was machen wir jetzt? Mit in den Bunker nehmen. Keine Risiken. Du hast doch keine Angst vor zwei Kindern, oder? Keine Risiken, habe ich gesagt. Komm! In de problemen. Waar brengen ze ons naartoe? Ik weet niet, ik heb iets gehoord van een bunker. Houd je kappen! Verdammt nog maar! Nina. Aufsteigen! Seid ihr? Was haben Sie in die Kirche gemacht? Sind Sie vielleicht Spione des Widerstands? Entschuldigung, mein Deutsch ist nicht so gut. Ihr wisst doch, dass sie die Kirche nicht betreten darf. Was haben Sie da gemacht? Sabotieren? Die Mohren nicht in die Kerke kommen. Ja, sorry, wir wissen das nicht. Wir sind nicht von hier. Alsjeblieft, wir wollten bidden. Ons Mama ist ziek en. Wir wollten ein Kaartje laten branden. Im Turm brennen keine Kerzen. Ihr habt da nichts zu suchen. Ja, Herr Offizier, können wir Ihnen sprechen, bitte? Passe auf die Kinder auf. Ich muss plassen. Was? Dringend plassen. Pipi! Moment. Niemand kennt die Kinder. Ihre Identität ist unbekannt. Vielleicht sind es doch Spionen. Dummkopf! Jetzt sind sie geflohen! Das war nicht so schlau. Nee! Lena? 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 Lena?
We zijn wel nog niet tot in de kerk geraakt. En wij gaan niet terug. We komen niet altijd in Olo terecht. Geef nog één kans. Dries. De oorlog, de boerenkrijg, de pest, Hollandse Spanjaarden. Ik heb het gehad. Zus. Ik was bekend dood. Zeker. We kunnen dat ook gewoon gaan vragen in het gemeentehuis, hè? Geen Duitsers, geen risico. Dries, als er iets in dat archief had gestaan over dat kistje, dan had Deuzi dat al lang gevonden en hadden wij dat al lang geweten. Maar als je het niet kunt laten, ga dan morgen naar het gemeentehuis van Steken en ga vragen of je in het archief mocht gaan kijken. Maar zus. Niet in het archief van nu, maar in het archief van voor de fusie. Tijdens de fusie van Kemzeek en Stegenen zijn er wellicht een paar documenten zoek geraakt. We moeten dus naar het gemeentehuis van Kemzeek voor de fusie. 1976. Let op. '1976. Waar zijn we nu weer beland? Gemeentehuis. Ja, op slot. Dries! Daar, een deur. Hoe Jos? Goedenavond, chef. Laatste gemeente, chef. Doet er mij niet op wijzen, Jos. Doet er mij niet om denken, jongens. Ruus. De volgende zal op Steken zijn. Ja, het schijnt dat op Steken die koffie niet te genieten is. Hè. En dan nog iets. Je krijgt er azuur maar een speculatiekoekje bij. En maar eentje, hè, Jos. En die burgemeester van Steken die zal zich van Kemzeek nog niet te veel omtrekken. Niets. Je mocht gerust zijn, Jos. Het wordt geen Stekense burgemeester. Je mocht op je twee oren slapen. Ik heb gegoogeld. Gegoogeld? Zeg, manneke, niet met ons voeten spelen. Het is al welke, hè? Dat zou wat zijn, Jos. De Bob, burgemeester van Groeien Stekenen. Stel nou dat niet kreveuren, zeg. Is het gemeentehuis open? Het is de laatste gemeenteraad van de hoofd, hè. Als je wilt, moet je altijd nog eens komen kijken, hè. Het is voor het archief. Oh, het is voor het archief? Oh, dan moeten de secretaris hebben. Goh, kijk maar, die zit vast nog op zijn bureau. Ja, ja. Goeiedag. Wij zijn Dries en Lena. Wij zouden iets willen vragen. Snel, want ik moet naar de gemeenteraad binnen 5 minuten. We zouden graag iets opzoeken in de archieven. Voor school. Formulier invullen, opsturen naar Stekenen en binnen 6 weken het antwoord. Dank u. Wilt u mij nu excuseren?
De begroting klopt. Er is nog 1 frank over voor stekenen. Ah, dat is toch goed. Meer dan genoeg. Ze moeten wel die fusioneren. Ja, dat vind ik ook goed. Ik geef het op. We gaan dat nooit vinden. Maar kom, misschien is het wel beter dat wat er in dat kistje zit een mysterie blijft. Ja, het mysterie van Cam zeker. Alles wat we doen om te achterhalen waar dat reliekenkistje is of wat dat erin zit, leidt tot niks. Dat is precies of we gaan altijd op de verkeerde momenten in de geschiedenis. Altijd zo, juist niet. Of we zoeken te ver. Hoe bedoelt je? Van wanneer ligt die schelp hier? Volgens de gids van bij de dorpsfeesten. Oh my god. Iemand heeft die toen daar achtergelaten of verloren. De dorpsfeesten. Ja, die iemand die kan ons vast meer vertellen. Ik wil nog eens terug naar het dorpsfeesten. Grappig. Misschien komen we ons eigen tegen. Jij bent er zelf ook al een paar keer tegengekomen, hè? Ik zing dit lied met mijn gitaar. Al die verklede mensen. Ja, en wij voor de verandering is in onze eigen kleren. Kijk daar, een mar. Dat is Kemziek, hè? Op de een of andere manier smijten die mensen nodig toch altijd. Hè? Gelijk nu met dat feestjaar, al die activiteiten, dat was toch kei nice. Of het nu feestjaar of niet is, die dorpsfeesten zijn er toch wel altijd poenk op, hè? Dat is waar. Allee, kijk! Ik doe niks anders. Die vent daar, die lijkt als 2 druppels water op de graaf. Graaf, goed gedaan. Hij lijkt er echt op. Maar dat is de graaf. Dat is dezelfde graaf als dat we gezien hebben bij het overhandigen van de reliquieën. Die heeft juist dezelfde kleren aan. Dat kan toch geen toeval zijn? Hij gaat de kerk binnen. Kom. De politie! Goeiedag, politie! Goeiedag. Er is hier een misdrijf gepleegd. Wacht eens even. Jammer. Dat kan nog niet, hè. Dat is nou een 2e keer dat we gestuurd worden. Sorry, hè. Jammer, we zijn wel met een voorstelling bezig, hè. Ja, wij moeten naar... Allee, vooruit. God en mors. Die is precies aan het zoeken. Philips van den Elzas? Hoe weten jullie wie ik ben? Wie zijn jullie? Ik ben Lena. Dit is mijn broer Dries. Bent u misschien op zoek naar dit? We hebben dat hier gevonden. Dat is uw schelp, neem ik aan. Inderdaad. Hoe weten jullie dat? Wij weten van de poort. En wij weten dat deze schelp de sleutel is tot het verleden. Dat hebben we zelf mogen ondervinden. En de toekomst. Ik ben inderdaad... Philips van den Elzas, graaf van Vlaanderen. Jullie hebben blijkbaar de bijzondere kracht van de Sint-Jacobus-schelp al mogen ondervinden. Ach, ik ben gestraft voor mijn nieuwsgierigheid. Ik wilde weten of de kostbare relieken die ik aan deze kerkgemeenschap schonk, nog wel met respect worden aanbeden en vereerd. En zo ben ik hier terechtgekomen op deze feestelijkheden in Kamasiakum. Maar daarnet zag ik dat ik de schelp was kwijtgeraakt. U was wel op de verkeerde plek aan het zoeken. We hebben hem daar gevonden. Dries, ik denk dat ons avontuur hier eindigt. Heer, wij geven u graag uw schelp terug, zodat u terug kan naar uw eigen tijd. Dat moet ook zo. Anders zou u verder in de geschiedenis niet meer voorkomen. Dat klopt volledig.
mijn kleine deerne. De geschiedenis ligt vast. In het verleden gebeurt niets wat nog niet gebeurd is. Zou u ons wel nog even kunnen meenemen tot december? December? Anders gebeurt alles opnieuw. Bedankt. Het was een ongelooflijk avontuur. Ik heb gezien dat de relieken na al die jaren nog altijd mensen samenbrengen in deze gemeenschap. En daarom kan ik gerustgesteld vertrekken. Nog niet wat er in dat kistje zit. Dat is niet van belang. Deze gelooft niemand. In nog geen 900 jaar. Ik zing dit lied met mijn gitaar. Voor Kemzeke en 900 jaar. Het klinkt misschien een beetje raar. Maar Kemzeke, daar hoort men dit heel graag. 15-1, shot 4, take 1. Champagne! Cola! Ela. Dat is al een derde of zo? Nee, niet oké. Ik kan wel zien, hoor. Ik kan wel zien.
Alle Vlaanderen. Mogen wij de reliquieën nog eenmaal bekijken? Dat is niet goed. Als je dat da vuur hebt, ja, doe het gelijk aan zij. Ik zei juist, ik zei juist. Ik zei juist. Vrijwillig, geen commentaar geven. Denk dat je juist zit. Dat is het vrijwillig van de schoolmeester. Ik was gelijk, ik had juist. Ja, sorry. Op die. Op die. Ja, op die. Ik ben er ook betold. Hang op Kino. Hang er nog een stop. Ja. Lang gaan doen. Ja, echt waar. Pak je pasfoto's ook mee? Gilderdoog. Moet je gewoon sneller leren beslissen. Het is wel makkelijker gedaan dan gezegd, hè. Het is wel makkelijker gezegd dan gedaan. De geschiedenis blijft me. Omdat we nog niet eens in de kerk zijn. Omdat we die Duitsers, die zijn niet alleen met een reliquie gaan lopen, hè? Niemand van Kenzie. Die zijn alleen met een koffer gaan lopen. Het is niet moeilijk, hè? Nee. Nou, je zult wel anders spreken als hij aan uw vrouw zit. Kut! Dat was een geil scène. Alsjeblieft. Als men dit heel graag. Kenzeker. Onzeker.